Ik was nooit van de openingszinnen. Nee, ik ging altijd stotteren als ik met mooie vrouwen ging praten. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Steven, jij opende een klein jaar geleden je eigen horecazaak in Boksel. Klopt, bijna een jaar geleden dan nu alweer. Het gaat snel, het gaat hard, maar ik ben al blij dat ik het eerste jaar vol heb gehouden. Dus we gaan vooruit. En waarom kies je voor Boksel? Nou, ik heb hier natuurlijk gewerkt, althans natuurlijk. Veel mensen die in Boksel weten dat. Ik heb bij het Hart van Boksel gewerkt als horecaportier. En toen was ik eigenlijk al op zoek naar een horecazaak. Ik werd bekender en nou, waar ga je dan uiteindelijk zitten? En dan ga je nadenken over de plekken waar je hebt gewoond, gewerkt. En ik kwam al gauw uit Boksel. Ik kwam al gauw op Boksel uit, want Boksel heeft ruim 30.000 inwoners. En één locatie om op stap te gaan, ja, dat is best triest. Als je maar eentje hebt op 30.000 man, hoeveel daarvan is jeugd? Geen kijken, ze hebben scholen. En genoeg ouderen die ook op stap willen, ouderen 30, 40 plus. Dus vandaar Boksel. En wat voor mensen komen hier naartoe? Heel erg uiteenlopend. 18, 19, 20, 50 plussers. Dus echt heel veel mensen uit Boksel zelf gewoon. Die zou ik toch zeggen, hè, misschien komen ze uit Tilburg, Den Bosch, Eindhoven. Die gasten heb ik ook. Maar voornamelijk zijn het de locals, om het zo maar te noemen. Mensen uit Boksel. Het is wel wat ouder bij ons hoor. Maar gemiddeld is het exclusief of? Nou, ik wil het niet exclusief noemen. Ik wil het eigenlijk voor iedereen. Het is voor iedereen gezellig hier. Club Brabo's, dat verwijst naar een naam die je zelf ooit hebt gegeven, maar die eigenlijk niet meer gebruikt mag worden, klopt dat? Ja, die naam gebruik ik niet meer. Maar Brabo's is natuurlijk een naam die alomvattend is voor de Brabanders. Ik ben hier natuurlijk niet geboren, wel getogen. Ik woon hier bijna heel mijn leven. Ik was 4 of 5 toen ik naar Nederland toe kwam. Weet je, ja, dan is Club Brabo's. Tuurlijk had ik eerst een andere naam, maar de eerste gedachtegang is wel Brabo's. We zijn Brabo's. Overal waar ik kom is Brabo. Ja, ben ik ook. Ja, iedereen is een Brabo. Dus Club Brabo's is eigenlijk iets. Het liefst zou ik het concept uit willen rollen door heel Brabant. Overal een Brabo's. Toekomstwens. Dat is zeker een toekomstwens, maar voor nu is het. Lekker in Boksel. Dus we hebben hier wel de eerste vestiging is in Boksel. Het hoofdkantoor. Ja. Vanavond staat er ook iets op de rol. Ja, vanavond staat er weer eens op de rol. Vanavond is het Vissa. 12 tot en met 16 jaar. Omdat de jeugd in Boksel is. Zoveel jeugd hier. En Boksel en omgeving. Alleen er is niet zoveel aanbod. Ja, helemaal geen aanbod eigenlijk. Want ja, waar kun je naartoe als je 13 jaar, 14 jaar, 15... 16, 17 zelfs. Ja, je wil bij de grote horen, maar je kan nergens naartoe eigenlijk. Je mag nergens binnen? Nee, je mag nergens naar binnen. En dat is ook logisch, hè, want iedereen gaat van 18 plus uit. Maar je kan ook op stap zonder alcohol en nog steeds je vrienden zien. Het gaat voornamelijk om het socialisatieproces. Als je tiener bent en je wilt wat gaan doen in deze tijd, na corona, ja, waar kun je dan naartoe gaan? Je hebt feesten in Nederland die 1 keer in de maand, 1 keer in de 2 maanden gehouden worden. Maar ja, fris feesten. Inderdaad, fris feesten. Heel leuk concept ook. Alleen het is niet elke week. Het is weliswaar elke week, maar niet elke week in jouw stad. Ja, en je wilt natuurlijk elke week, of elke 2 weken, met je vrienden en je vriendinnen, wil je op pad. Ja, en ik ga ze die mogelijkheid wel geven nu, ja. Dus elke week tot? In de eerste instantie is het de hele vakantie. En mocht dat succesvol blijken, dan wil ik het doortrekken voor altijd. Op vrijdag en zaterdag van 6 tot 10, ik noem even een tijd, maar ongeveer zoiets. Maar er is geen entree, dus ja. Goed om te zeggen, ja. Heb ik bewust gedaan, hè, want misschien houdt dat ze ook tegen. Dus ik heb zoveel mogelijk drempels voor ze weggehaald. En voor de ouders. Dus mocht het zijn dat ze nog vragen hebben, kunnen ze me altijd benaderen via Facebook, Instagram. Of ze komen hier even naar de deur toe, want ik ben er vaak zelf met de feesten ook. Ga zelf draaien ook. Dus ze kunnen me altijd vragen stellen, maar de deur staat wagenwijd open voor ze. Ik kreeg heel vaak de vraag, waarom geen 17-jarigen? 17-jarigen zitten eigenlijk wat dat betreft. Steven, waarom geen 17-jarigen? Goeie vraag, goeie vraag. Dacht ik. Ja, omdat 17-jarigen is een leeftijdscategorie die op het randje zit van eigenlijk al alles mogen. Sommigen hebben hun rijbewijs,
Sommigen mogen thuis van de ouders al alcohol drinken. Dus safety is net al, en heb ik liever niet dat ze misschien al hier naartoe komen. Misschien willen ze alcohol, nou, dat is er niet. Of, dan invloeden ze de andere jongvolwassenen? Ja, of ze komen hier naartoe en ze zijn al een beetje aangeschoten bijvoorbeeld. Dus 17 is eigenlijk al een leeftijd. Als ze 17 jaar zijn en ze worden over 2 maanden 18, ja, punt 1. Ik weet niet of je dan gezien wil worden hier tussen de 12, 13, 14-jarigen. Dat is 1. En misschien, ja, het tussenjaartje, het is vervelend, maar het is maar een tussenjaartje. Ja, ja, maar als ik ouder ben, zou ik dan misschien kunnen denken, ja, moet mijn kind vanaf 12 jaar al in de kroeg rondhangen? Dat is iets wat ik bij de ouders laat natuurlijk, hè. Niet elk 12-jarige is hetzelfde natuurlijk. Je hebt 12-jarigen die nog heel bleu zijn. Je hebt 12-jarigen die een stuk verder zijn. Vaak zijn het meisjes. Die zijn ook wat slimmer dan de jongens. Vaak wel. Die zijn ook wat verder. En die misschien willen die met vriendinnen afspreken. Dat kan hier. Een drankje doen. Je kan een cola, mocktails, 0.0'tjes. Kunnen ze allemaal hier bestellen. Dus ik geef ze wel die mogelijkheid. En als ouders denken van, goh, het is nog te vroeg. Ja, hun kennen hun kind natuurlijk het beste. Maar kun je ze een beetje geruststellen, de ouders? Ja, de organisatie die staat er, want we hebben natuurlijk ervaring. Ik heb zelf ervaring als horecaportier, 15 jaar. Ik heb een horecaportier aan de deur staan ook bij deze feesten. Normaal gesproken staat er een horecaportier voor de nachtfeesten. Wij zijn van 10 tot 3 uur 's nachts geopend. Maar ik vind het ook belangrijk dat hij hier een portier is. Ik heb hem ook opgedragen van, goh, controleren of ze allemaal een telefoon bij hebben. Zijn ze 14 jaar en moeten ze een legitimatiebewijs bij hebben. Zijn ze jonger dan 14, dan wil ik dat ze een telefoon bij hebben. Goh, ouders onder speed dial, dus meer dan dat kun je niet doen. We zijn met een team en we staan klaar om een leuk feestje te organiseren. Heb je speciale prijzen voor de drank? Speciale prijzen niet zozeer, Tijn. De frisdrankprijzen, kijk, bijvoorbeeld een cola is 3 euro. Weet je, ja, ik vind ook dat de jongeren de waarde van geld moeten leren kennen. Het gaat niet zozeer om het geld. Het gaat er mij om dat ik ze een leuke tijd geef. Het moet me natuurlijk geen geld kosten, daar moet ik ook eerlijk over zijn. En het zou leuk zijn als ik wat verdien. Maar, punt 1, ze moeten een leuke tijd hebben, de jongeren. Socialiseren, nieuwe vrienden, nieuwe vriendinnen leren kennen. WhatsAppen, bellen met elkaar, allemaal leuk. En ze moeten de waarde van het geld ook leren kennen. Heb je nog een leuke openingszin voor een jongen die naar een meisje toe loopt van 15? Een openingszin voor een jongen die naar een meisje toe loopt. Ja, het is zo cliché, maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ben je, wacht eventjes, ben je uit de hemel gevallen? Ja, hoezo dan? Ja. Nou, misschien mist een engel boven of zoiets flauws. Ik was nooit van de openingszinnen. Nee, ik ging altijd stotteren als ik met mooie vrouwen ging praten. Je moet gewoon jezelf zijn, joh.